De nieuwsdienst staat vandaag met een serie in verband met Moederdag op zondag 9 mei. We praten met diverse personen over hun inzichten over het belang van deze dag voor Suriname. In de eerste editie vandaag benadrukt volksvertegenwoordiger Patricia Etnel van de NPS dat op deze dag stil moet worden gestaan bij de mate van waardering en respect die moeders en vrouwen die de rol vervullen van een moeder verdienen. Elke dag maakt een moeder iets mee met een kind. Elke dag. Er gaat geen dag voorbij of er is niet iets speciaals gebeurd in een gezin. En soms vergeten kinderen hoe belangrijk ouders zijn. En dan ga ik het nu hebben over ouders, want ook de vader is belangrijk. Maar veelal zien we dat de moeders alleen staan. En vaak genoeg vergeten kinderen dat ze denken dat het een vanzelfsprekendheid is. Van mama staat op, ze zet een bordje eten, ze geeft me kleren, ze geeft me schoenen. Het is een vanzelfsprekendheid, denken ze. Het komt ergens uit de lucht vallen. Ze snappen niet hoe hard mama moet werken. Hoe hard mama moet nadenken van wat gaan we eerst doen. Toch? Eten op tafel zetten, 3 maal 's daags, is geen makkelijke job. Dat je elke dag weer als moeder moet nadenken, ga ik nou, wat voor groenten ga ik maken, wat voor vlees ga ik maken, hoe lekker moet het zijn. Toch dat die kinderen het allemaal eten, want dat eet bijvoorbeeld kind A niet van geen sopropo, want sopropo is bitter. Als moeder ben je steeds aan het nadenken van oké, hoe moet je het makkelijk maken voor die kinderen, hoe moet je het aangenaam maken voor die kinderen en hoe moet je ervoor zorgen dat je ze begeleidt in die opvoeding. En dan heb je vaak van die kinderen die denken van ach, waarom? En dan worden ze brutaal, ze zijn dan ondankbaar. Etnel drukt deze kinderen op het hart om hun moeder ten alle tijde te prijzen en ze lief te hebben. Hoewel er moedeloze dagen zijn, wil Etnel dat moeders blijven doorzetten. Ze drukt moeders op het hart nooit op te geven. Dat ze je op de wereld heeft gezet, is super. En dat ze voor je staat en alles incasseert, want zij is de eerste die je beschermt. De adjugukong na een maelongo teking. En daarom zegt men, mama na sribi krosi. Toch? Is niet zomaar. Ja? Weet je, anno de tapu dede mai tapu sheng. Toch? Het is niet zomaar dat men dat zegt, want het is zo. Wanneer moeders je beschermen, na volop. Dus kinderen, wees elke dag dankbaar. En je kan je moeder misschien het geld dat ze in je heeft geïnvesteerd niet teruggeven. Je kan niet. Want als ze al die jaren moet optellen, ino ma paying, maar waardeerder. Toch? Inaf ge ala gudof kondre. Maar zie je on die brasa, dat respect en waardering blijf er elke dag geven. Want wanneer ze er niet meer is, is ze er echt niet meer en ze is niet te vervangen. En maak de juiste keuzes, mama's. Want soms wil je een keuze maken en je denkt van, ach, je gaat het doen. Maar dat is Shiva I als een apwantrap, een wending. Zorg dat je de juiste keuzes maakt. Hoe moeilijk het ook is, zorg ervoor. En leer je kinderen om met het weinige wat je hebt, dat je ze gaat opvoeden. Want dat is belangrijk, toch? Ik zeg altijd, pina ano shing. Armoede is geen schande. Belangrijk is dat je eruit moet komen. Dat is wat er moet gebeuren. En als je eruit kan komen, dan zeg ik, goed. En ik weet ook, het is niet alleen van jou afhankelijk, mama. De regering moet zich hierheen toe. Maar we weten in welke situatie we verkeren. We weten hoe moeilijk het is. Dus dan meer moeten we elkaar poweren. En dat is wat ik vandaag met dit interview wil doen. Die virtuele power wil ik aan u geven, mama's. Ik weet dat het niet makkelijk is. Maar ik weet ook dat er betere tijden zullen komen. Daarin heb ik geloof. NPS volksvertegenwoordiger Patricia Etnel. Ze benadrukt dat Moederdag geen dag is om je moeder te verrassen met artsengoederen, maar geef hen het nodige respect, waardering en liefde.